Mama gaat naar Oudenbosch. Ja, je moet het zo zien. Ik heb nog één verslag en nog een PowerPoint die ik moet maken. Pancake girl. Hé, die mag je niet. En de... Eén nog. 10 minuten nog net niet. En het is woensdag en we gaan weer een beetje terug naar normaal. Je hebt 2,5 week vakantie gehad. En vandaag gaan de online lessen weer van start. En dan vanaf volgende week 2 dagen in de week naar school. Heb je er zin in? Een beetje. Nee? Waarom niet? Ik wil niet meer naar school. Ik wil altijd vakantie hebben. Dat lijkt me fijn. Nee, gaat je ook vervelen, joh. Nee. Denk het wel. Nee, want dan kan je zelf toch ook gewoon werk maken. Ja, maar dan krijg je toch andere uitleg. Wat zoek je, jongen? Oh. Hij wil dat bak leegmaken. Brum, brum. Mama gaat met de brum, brum. Je moet altijd het goede woordje gebruiken. Mama gaat naar Oudenbosch. Ja? Mama heeft een afspraak met de interieurbouwer. Die stuurt een berichtje. Ja, ik wil eigenlijk voor de zekerheid nog even langskomen met de kleuren. Want jou kennende is het misschien niet verkeerd om even een extra check te doen. Wie? De interieurbouwer. Bij? Voor Halsteren. Die zei, ik heb alle kleuren nu bij elkaar. Het is misschien verstandig dat ik even langskom met alle kleuren, want jou kennende... Nee, nee, alles is zwart met hout. Hout? Ja, industriële look, ja. Maar hij weet dat ik een beetje... Ik wou zeggen, heb jij het toch allemaal op je gezicht, maar ik weet het al. Echt? Ja, zit of je niet gewassen hebt. Zit die sproeten? Ja. Er is daar sproetjes gedaan. Dat ziet er niet uit. Mama. Oh, nou, Eline gaat de les in. Mama. Yes, schat. Junior gaat vandaag voor het eerst Dora kijken. Oh. Titi di ti ti Dora. Titi di ti ti Dora. Zwiever, niet spelen. Wie zegt ik kan niet? En hoe heet die aap van Dora? Goedemorgen, meneer Ros. Het was meneer Ros. Oh, wie dan? Schoenen. Nou, mama gaat naar Oudenbosch. Even de afspraak even werken. En dan boodschapjes doen. En dan kom ik weer naar hier. Goed? Ja. Nou, succes vandaag. Jij ook, succes. We hebben een besprekingje op 1,5 meter. In onze lunchroom. Want de horeca mogen we natuurlijk niet gebruiken. Maar een zakelijke bespreking hier, dat kunnen we wel doen. We hebben met onze interieurbouwer hebben wij de laatste puntjes op de i. De allerlaatste. Hij is al begonnen met de meubels maken. Het is nu eventjes net even precies de kleur, precies de laatste, de vakkenindeling onder in de kastjes. Hadden we het vanmorgen al over gehad dat we deze afspraak hadden. En dat ik zei, ja, dan zeggen ze daar op kantoor, ja, we moeten daar nog even langs die Sophie, want die zeurt altijd over kleuren. Over kleuren, ja. Kijk, even zijn, dit is Robin van Koning Interieurbouw. Yes. En hij heeft de plank meegenomen. Kijk, dit wordt hout, hè? Ja. Ja. En dan heeft hij nog een kleurtje meegenomen, maar dan moet je nog even uitleggen. Nou, dit is voor hem makkelijker, maar hij denkt dat ik dit mooier vind. Het is allebei vingeren vast. Hier zie je meer op, denk ik. Nou, dat denk ik niet. Dat weet ik eigenlijk niet. Vinger vast, dus als je met 2 tandjes eraan zit, zeg maar. Kinderhanden. Kinderhanden. Die zo voor de vitrine staan. Ik weet het ook niet. Het maakt me keihard. Wat is sterker? Maakt niks uit. Alle 2 goede merken. Kijk, sterk is ook belangrijk, dat er geen stukjes afspringen. Dit vind ik veel chiquer dan dit. Je moet bedenken, je ziet het alleen maar natuurlijk aan de voorkant van de toonbank, ja. Van de gebakstoonbank, dat wel. En verder zie je het natuurlijk bijna niet, want het zijn vooral de achterindelingen en de basiskleur die ik gebruik voor de meubels. Dit is onze worstenbroodteller. Die zijn we aan het schoonmaken. Die heeft 3 jaar op zolder gelegen en Ginny kan dat heel goed. En die gaat naar Halsteren. En er is een lampje binnen. Want we hebben in Roosendaal hele leuke lampen in de ijssalon hangen. En die wilde Sophie ook echt in Halsteren. Maar die waren niet meer verkrijgbaar. Nee. En heb je op Marktplaats heb je ze gevonden.
En die ga ik nog schilderen. Ja. Kijk, je moet het zo zien. We zitten nou een beetje in elkaar. We gaan op de camping ook. Dan hangen ze... Daar zijn ze ook geschilderd. Ja, dan hangen ze kort, dan hangen ze heel dicht bij elkaar zo. En in Rozenaar hangen ze allemaal, zeg maar. Ja, en als ze gaat dat dan ook gebeuren. Lang. En dan worden ze felroze, lichtroze en rood. Een beetje Disney-achtig. Nee? Dat denk ik. Staan die twee vrouwen mij uit te lachen? Niet Disney-achtig. Nee, een beetje zo... Nee, wat dan? Als jij dat Disney-achtig vindt, dan vind ik dat... Een beetje Disney-achtige lamp. Efteling, pretpark... Nou, dan niet. We lachen jou toe. We lachen jou toe. We komen net op de camping aan. En omdat deze auto zo stil is, zat er hier bij ons in de tuin een Vlaamse gaai. En ik vind... Ja, hij is al weg, denk ik. Even wachten. Dus wij zaten ernaar te kijken en we pakken de camera en hij gaat net weg. Maar ik zag daar net nog iets vliegen. Hij zat hier zo, maar ik vind dat zo... Nee, laat hem maar. Nee, een Vlaamse gaai. Dat is een hele mooie vogel. Hebben jullie yoghurt bij? Wij hebben yoghurt bij. Speciaal voor jou. Kan deze mee? Ja, die kan mee. Die ook? Ik weet niet of jij dat kan. Dan pak ik deze wel. En veel huiswerk? Ik heb nog één verslag en nog een PowerPoint die ik nog moet maken. Dat ga ik morgen doen. Een lommel. Ze houden morgen ook nog stralend weer. Ik kan lekker buiten gaan zitten. En ik wil eigenlijk een ei om zo op te tekenen als een smiley. Ik had online zoiets voor €5 gekocht. Waardoor je voor in de zonnemast al €40 of zo. Ik had hem voor €5 en dat was echt een goeie. Er zit wortel in of zo en dat ruikt super lekker. Ik had hem opgedaan en ik heb een half uurtje ongeveer in de zon en ik ben echt heel bruin. En jij wilde toch nooit bruin zijn? Jawel. Huh? Ja, voor jou vind ik heel bloot. Ik vind dat broekje mooi. Ik vind het echt heel leuk. Ik vind hem ook heel lelijk. Ik vind hem veel te kort. Hij is lang. Nee, dat is niet zo. Ik vind de vorm een beetje... Moet de zijkant zo omhoog zitten. Yeah. Ik vind hem veel te kort. Nee, hij is niet kort. Ik vind dat truitje meer te kort dan. Nee. Ja, ook. Hey, Julio. Ik heb jou ook gemist. Ja, dat had ik op TikTok gezien. Van die mini pancakejes. Echt allemaal zulke druppeltjes in een pan. Doe jij in een kommetje met zulke en heb je mini pancakes. Nee. Maar heel veel mensen doen er ook melk bij. Alleen dat lijkt me niet lekker. En Natalia... Ja, maar de melk, dat proef je niet dat dat melk smaakt. Dan moet je er gewoon bij doen. Heel klein beetje dan. Natalia heeft het ook gezien. Dus jij had gisteren opgemaakt. Maar niet dat ik niet meer gemaakt. Je moet je wel aan het recept houden. Je kan niet zeggen van melk vind ik niet zo lekker. Dus doe ik er niet in. Jawel, dat heb je gewoon pancakejes. Je moet met vloeistof beginnen. Echt waar. Altijd met de vloeistoffen beginnen. Echt. Ja, altijd. Want anders krijg je klonten. Papa, hij wil net hier op de stoel klimmen, maar daar gewoon wel stukjes blaadjes op. Dus hij is zo. Oh. Afhalen. 2 deciliter is toch 200 milliliter? Ja, 200 gram. Ja. Ei. Ja, dat is een ei. Ei. Ja. Maar als je mini pancakes gaat maken, heb je wel een heel groot recept nu. Ja, maakt niet uit. Ik maak er veel. Maak je ook een paar grote dan? Ik lust al een pancake. Ja, dat heb ik ook echt heel veel. We hebben eigenlijk helemaal nog niks gegeten tussenmiddag. Ja, ik ook niet. Nou, dat wordt dan pancakes dan. En ik had echt zo'n moeilijk recept, er moest zoveel in. Dus ik had maar even dit, dat was makkelijker. Sorry. Hartstikke leuk, dat is eigenlijk geen truitje om pancakes in te bakken. Dank je. Kun je nu bikini ook aan? Of hoort er bij het truitje daar wat in je nek zit erbij? Junior ook een bakker, denk ik. Dat is gewoon iets anders. Wat bedoel je? Dat was gewoon een soort van topje. Huh? Hoort er wel bij? Nee. Deel het recept even voor de mensen. Oh. Ja, dan is dat... 200 gram of milliliter melk. 3 eieren. Dat is 150 milliliter ei. Of 150 gram. Ei is altijd 50 gram. Uh-huh. Ja, dan doe je klutsen. Wat doe je daar dan nog meer bij? Bloem? Snufje zout? Een snufje zout. Kijk wel even. 110 gram bloem of zo. Oh, 115 gram bloem, een theelepel bakpoeder en een snufje zout. Oké, nou dankjewel voor het recept. Wil je even zo'n klein lepeltje pakken? Dat kan jij zelf ook, een lepeltje pakken. Ja, dat blijft staan, dat valt niet. Ja, wat voor les heb je, Nout? Ik moet een workshop maken. Oh. Dat is leuk, dan moest ik ook in groep 8. Leuk. Ik vond dat heel leuk. Ik heb het toen over New York gedaan. Eline, Mabel ook. Ja? Echt, het was zo mooi. En wij deden dan vroeger op een typemachine deden wij dat typen.
En wij hadden thuis gelukkig een kopieermachine. Daar hadden we heel veel geluk mee. Want mijn ouders hadden natuurlijk ook de bakkerij. Dus die hadden een kopieermachine. En deed ik plaatje uitknippen. En dat deed ik dan bij mij getypte leggen. En dat deed ik dan nog door de kopieermachine. Want dan zat het er niet opgeplakt. Dat was dan mooi. Maar waren mooi hele gekopieerde velletjes. Wij konden helemaal niet knippen of plakken op een computer, hè? En dan. Nee. Dat ging niet. Wij moesten echt. We zijn ook van de ouderwetse. Ja, er waren ook heel veel werkstukken. En die deden dan een plaatje uitknippen en erin plakken. Maar ik vertel net, wij hadden het geluk dat wij thuis een kopieermachine hadden. Dat was echt heel mooi, dat werkstuk. En met een typemachine met typlint moest je dat dan typen. Dat is echt verschrikkelijk, typlint. Als je dan een foutje had. Moest je dat. Opnieuw toch? Ja, dan had je zo'n velletje, dan moest je dan ertussen stoppen, zo'n soort T-Pex velletje. En dan tik moest je weer op dezelfde letter tikken en dan was dat weer wit. Zo oud zijn wij. Ja. Zo oud zijn wij. Wij zijn boomers, zeggen heel veel kinderen, maar dat klopt niet. Boomers? Ja, boomers, dat zijn de opa's en oma's. Ik wist niet eens wat dat was. Er staat toch oké boomer, staat er toch wel eens onder de. Dus als je de reactie oké boomer nu geeft, klopt die niet. Maar je mag het voor mij wel doen nog. Daar is Eline, onze pannenkoek-trien. Pancake girl. Oh, maak nou een grote? Ja. Doet die kleintjes er ook bij? Nee. Dat is toch de TikTok? Heb je de TikTok al gemaakt? Ja, kan op. Doe eens een paar van die kleintjes. Ik wil er ook wel. Alsjeblieft. Nee, ik wil die. Gewoon groot, ja. Alsjeblieft. Ik wil hem ook. Alsjeblieft. Maar die kleintjes mogen eens leuk. Is niet leuk. Is wel lekker. Ah. Oké, ik doe er een paar, maar ik snap echt niet wat jij daar zo speciaal vindt. Jij vindt dat speciaal, toch? Ja, maar jij wilt het niet. Ik kan ze ook wel groter maken, hoor. Tikkie groter. Nee. Zo horen ze dan. Dus het klontje, denk ik. Hoe draai je die om? Niet. En hier zijn ze dan. De mini pancakes van Eline. En dan doe je dat in een schaaltje. Ja. En dan? Met stroop. Ja, eigenlijk ook met melk, maar dat is echt vies. Met melk? Ja. Nee, dat hoeft voor mij nou niet. Mag ik er zo even eentje? Mag ik een pancake? Mag ik er een? Hier, jij mag voor mij één hele pancake. Zo, alsjeblieft. Kijk, ze zien er niet uit, maar ze zijn wel lekker. Echt heel lekker. Dit zijn dat is wel leuk. Pancakes. Jawel, dat zijn mini pancakes. Hier heb je schaaltje. Dit zijn geen pancakes. Wil jij een grote pancake? Ja. Dan moet je dat vragen aan Eline. Mag ik een grote pancake? Alsjeblieft, lieve Eline. Ja. Lieve Eline. Zo moet je dat vragen, dan zeggen ze wel ja. Hé, hey, die mag je niet. Eentje. Eentje. Nee, die zijn van Eline. Lukt het? Ja, dan. Dan help ik wel even. Wat ga je doen, Madelief? Ik ga. Wat is dit dan? Hoe is dat? Een waterpistool! Kijk, doet hij het nog? Oh! Mag eens, papa? Dat, je wist dat. Mag ik? Nee, ik heb een filter. Ik denk dat spuit Madelief mij wel nat. De M al. En een soort. A? A. Papa! Goed. Ik denk die spuit mij nat, maar. Ik wil geen keer dat doen. Nee, laat maar. Is moeilijk, hè? Ja. Ik ga tzatziki maken. Tzatziki. Het is makkelijker om het zo te doen. Ja, dat denk ik ook. Hij moet heel wat gevuld worden. Dat denk ik ook, ja. Hij is helemaal. Oh nee, ik denk hij is helemaal leeg, maar dat is niet. Het moet gewoon heel snel. Merel, heb jij alleen nog maar een ander ding waar je moet maken? Verder heb je alles af. Zeker weten? Er is ook nog geen schaal. Oké. Okay. Iedereen er weer zin in online of vroeg de meneer daar niet? Nee, niet, want iedereen was moe en lang was in bed. Oh. Dan heb je 2,5 weken uit kunnen slapen. Weet je wat er komt? Niet omdat je zo vroeg gaat slapen. Kom even naar jouw naam kijken. Ah! Dat mocht jij doen, want ik had het ook voor jou gedaan. Can I get my ball? Is dat goed Engels? Nee, ik wil. Nee, schatje, niet bij de caravan binnen. Kom, dat vindt mama niet zo leuk. Can I get my ball? Dat ook niet. Er staan
tassen en telefoons op tafel, schatje. Ja, maar ik doe ook niet op. Nou, af en toe weet je niet waar het er naartoe gaat, hè, als je dat doet. Dus? Nou, het is blij dat hij zijn bal weer gevonden heeft. Nou, die lag gewoon niet. Nee. Kijk of dat hij het goed doet. Het regent, de pannetjes worden. Junior, waar is jouw water? Waar is jouw emmer? Daar! Dat weet ik ook wel. Junior, waar is jouw emmer? Nee, zusjes. Vind je er één? Kom maar. Kan ik jou helpen? Kom maar. Ik ben tzatziki, dat is echt een heel simpel receptje. Doe ik één teentje knoflook en doe ik dan helemaal zo fijn snijden en dan zo malen met zeezout met mijn mens. Heb je dat al een keer bij Bakflix met die spiezen gedaan? Ja, dat weet ik ook zo niet. Zo met spiesjes. Oh, perfect. Kijk eens. Pak ik een halve komkommer. En die schil ik. En de zaadlijster die doe je ook weg. En dan doe ik dat is eigenlijk het vruchtvlees van de komkommer, zeg maar. Doe ik raspen. Turkse yoghurt kan ook met 10% vet. Waarom heb je die daarvoor nodig? Wat? Weet je dan? Waarom dat je die dan daarvoor nodig hebt? Dat doet de Griek ook. Volgens mij kun je ook 0% vet yoghurt pakken. Maar geen gewone? Dat kan misschien ook wel. Ik pak altijd die Griekse, want dat is geen Griekse ding. Of Turkse. En dan met 10% vet, want dan is hij wat dikker. Maar dat moet ook. Zijn je nou omgekleed? Ja, dit ziet er niet uit. Ik vind het wel leuk. Maar ik denk niet dat ik hieronder moet. Niks? Dit broek ziet er niet uit. Ja, kijk eens papa. Verder. Oh, heel dag aan het verkleden, hè? Als je, dan als je het dan 10 minuten hebt aangehad, hoeft het niet in de was, hè? Nee, bij een kwartier wel, hè? Dan moet wel in de was. 10 minuten nog net niet. Maar 10 minuten en 1 seconde wel. Ja. En dan gooi je er dan in en dan doe ik er nog zo wat dill bij. Zoveel ongeveer. Niet erbij. En peper. Peper en zout moet je echt bij doen. Dat scheelt echt de helft. Mint kun je er ook nog bij doen. Dat vind ik ook altijd wel lekker. Hoi schatje. Dan heb je zo gewoon hartstikke gezond. Lekker sausje. Nou, we zijn toch een beetje water weg aan het houden. Altijd wel weer leuk. Ik ga voor het koken zorgen en de tafel gaat Sofia zo regelen. Eten we lekker Grieks vanavond. Dus dit was onze dag. Allemaal bedankt voor het kijken naar deze vlog van vandaag. Morgen om 4 uur zijn we er weer. Doe allemaal een duimpje omhoog. Abonneer op ons kanaal. En vergeet niet op het belletje te klikken. Houdoe! Ja, Junior zet ik er ook nog wel even op. Ja, ik maak zelf plezier. Ja, ik heb beter de bakflikjes gaan maken. Nou, daar leer je misschien meer mee. Lintje even liggen zonder. Kom. Nee, want we moeten nog pizza's maken.